Yes! Jippo! Dag beste supporters, wij zijn op zoek gegaan naar de ultieme fanatico van Anderlecht. En jullie hebben daar massaal op gereageerd. Maar ik ben ook benieuwd wat de spelers daarvan vinden. Gasten, welkom. Kom als een Salve. Wij weten natuurlijk dat we de supporters enorm missen in het stadion. Maar quand même, je bent zo plus proche que tu penses. Hey les gars, je suis Fred, le plus grand fanatico van Anderlecht. Hallo, ik ben Nathalie en ik ben de grootste fanatico van Anderlecht die jullie kunnen vinden. Ik ben de grootste fanatico van Anderlecht. Speciaal omdat ik van Brugge kom. Oeh, het in het hol van de leeuw. Dan moet je wel een hele zware sport. Ja, ja, en dan moet je doen, hè. Ik volg Anderlecht al meer dan 50 jaar. Hallo, ik ben Ellen Walravens, ik ben 18 jaar. Anou, première réaction? De digitaal. Ik heb deze kerstspul, mijn pantoffels, deze broodtels, zelfs mijn onderbroek. Deze trui, die durf ik dragen op familiefeesten of een trouwfeest. Dat is iemand die volgens mij echt leeft voor de club. Die voldoet aan alle criteria, denk ik. Jas, tweede jas. En als dat nog niet genoeg was, ziet u mijn tattoo. Tattoo erbij. Dan kan het niet meer weg, dan is het voor eeuwig. Ja. Hoeveel truitjes zouden dat zijn? Oh, ja, maar die kennen we, die staat wel vaak op neerpeerd. Ja, die staat altijd op neerpeerd. Het ziet er heel stoer uit, maar toch ga ik nu in mijn bed kruipen en ik pak een Anderlecht knuffel en dan ga ik lekker slapen. En Frank, wie zijn nu uiteindelijk de beste? We zullen eens kijken anders. Come on, you more! Come on, you more! Come on, you more! C'est pas beau, ça les kids! Ja! Ja! In een zulke faal, net maar Brussel waar! Goal, goal, goal! Goal! Hé, hey, beste jongen! Ja! 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 Anderlecht is not just a passion, it's a way of life. Hé Frank, c'est toi qui as choisi les 11 là? Anou, ik moet zeggen, zoveel verantwoordelijkheid krijg ik nog niet op deze club.